Voor mij staat Wim, klarinetist en concertmeester geloof ik van Sint Radboud. Hè? Hoe lang bestaat het al? De Radboud bestaat, voor zover ik weet, uit 1889 tot op heden zeg maar 113 jaar. Hè? En ik ben hier lid een jaar of 14 denk ik zo lang. Ik kom uit het zuiden zoals je waarschijnlijk wel kunt horen. En wij organiseren jaarlijks dit evenement. Nederlands kampioenschap tonnetjes steken. Alleen jammer genoeg is het vorig jaar in het water gevallen. Deze keer niet. De weergoden zijn met ons. Voor een paar minuutjes althans hoop ik. Nou, de rest van de dag, we hebben net een koffieconcert gedaan. En de rest van de dag zullen wij hier mensen van de helling zien donderen. Die oftewel een nat pak of niet krijgen. En die lekker kunnen smullen, schiettent kunnen benutten, noem het maar op. Dit is Anne. Speel je eerste, tweede, derde, vierde klarinet? Ik weet het niet. Ik speel solo klarinet, tweede solo klarinet. Ik zit hier net een jaartje. Goed, ik ben 7 jaar geleden begonnen met blokfluit. En toen ben ik overgeschakeld naar klarinet. Ja, je bent bij ons gekomen toen wij naar het Weer om Ziekenkoers gingen vorig jaar. Heeft ze hier gemerkt dat het een leuke club was. Toen is ze komen aansluiten en sinds die tijd is hier niet meer weg te slaan. Zo werkt dat hier. Is het alleen maar fanfare harmonie wat je speelt of ook nog een ander klassiek orkest of wat dan ook? Ja, alleen harmonie en ik speel nog in een kwartet. Dus dat is het. En ben je als klein kind daar al mee begonnen? Ja, 7 jaar geleden dus. Een klein ukkepukkie en ik kon niet met mijn schoenen op de vloer. Dus ik stond maar te trappelen. En, ja, ik was een heel klein kindje. Maar Heb je ook wel eens basklarinet gespeeld? Want er zit ook een meisje met een basklarinet bij je. Ja, nou, ik heb dus hele kleine handen. En dat gaat dus niet op de basklarinet. Dus ik kom al met moeite bij sommige kleppen op deze klarinet. Dus het gaat niet, helaas. Wij zingen. Dat is natuurlijk heel wat anders als dat je een muziekinstrument bespeelt. En als ik dan zo zit te kijken, zo die jonge kinderen, dat ze toch al zo mee kunnen doen. Dan neem ik mijn petje. Ik heb geen petje op, maar ik neem het er wel voor af. He? Ja, ik vind het altijd fantastisch. Het is natuurlijk een prachtig orkest. Ze winnen niet voor niks prijzen ook. He? Ja. Dus wat dat betreft is de moeite waard om hier te gaan luisteren als ze spelen. En komt hij nou specifiek voor, voor de fanfare harmonie of ook voor het tonnetje steken? Nou nee, speciaal voor de muziek. Hè, want we hebben net gezongen nog in de kerk. We zitten aan het koor. Dus dan ga je weer naar de muziek luisteren. En gelukkig is het droog gebleven, want ik voelde al wat druppeltjes vallen. Maar ik hoop dat het droog blijft, want ik vind het wel zo ongelukkig als het verregent, zoiets waar zoveel inspanning voor gedaan is. Ja, is het toch zonde als dat helemaal in het niet verdrinkt, zeg maar. Ja, dus. Het is dus eigenlijk voor jullie is het een koffieconcert na het zingen. Jullie zijn eigenlijk drie muzikale dames. Klopt dat? Absoluut. Ja. Ja, dat klopt. En we hebben mooi weer. Hè? Dus wat willen we nog meer? We hebben echt genoten. Van de muziek. Ja, gezellig. Koffie en cake erbij, hè? Wil ik net zeggen, lekker koffie gedronken en cake erbij. Ik had nog niet gegeten, dus dat kwam heel erg goed op zijn plaats. Ja. La 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 la
gefeliciteerd. En niet in je mond stoppen hoor. Dat is giftig misschien wel, weet je wel. Hé, hey, een ketting. Een hele mooie ketting. Met kristal. Nummer 22. Dat is toevallig. Dezelfde rij stoelen. Gefeliciteerd. En veel plezier ermee. Het is met de hand geschreven. René? Voor me staat Theo van de Drift. En dat tonnetje steken, is dat een landelijk kampioenschap vandaag? Ja, het is wel landelijk. Ja. En, maar het is eigenlijk een gebeuren van 50 jaar terug. Toen werd het hier op de Ketels Oranjefeest. Werd altijd het tonnetje gestoken. En daarna is het toch wat verwaterd. Is het eigenlijk, was het weer afgelopen. Nou, een jaar of 15 geleden hebben we dat weer opgepakt. En hebben ze een heel nieuw stijl gemaakt. Met, zoals het vroeger was. Misschien wat mooier. Want de mogelijkheden zijn wat meer natuurlijk. En dan om de oude traditie weer op te halen. Het komt uit de 17e eeuw geloof ik, hè? Nou, of zover is, weet ik niet hoor. Maar dat het landelijk is, betekent dat ook dat er andere mensen bijvoorbeeld uit Friesland hier vandaag komen om aan het... Nee, het is een ketels gebeuren hoor. Ja. Niet echt landelijk? Nee. Maar we gaan ervan uit dat het alleen in ketel gebeurt. Misschien gebeurt het wel ergens anders ook nog hoor. Maar, Ja, gelukkig heb ik de hand ook bij me. Ja. Koud water. Ga je prijs winnen, denk je? Nou. Oh, die was hard. Mensen worden echt nat, hè? Hier worden ze nog afgedroogd hier. Nee, dat moet je zelf doen. Ja, maar als natuurlijk raaksteken, dan blijven ze droog. Ja. Dat tonnetje moet je steeds met water vullen daarboven. Kun je er iets over uitleggen? We kijken er even naar. Steeds gevuld. Die bak staat voor mijn water. En dan is er iemand die gooit dat tonnetje vol. En dan de ring erin. Komt er een ring in gang. En dan met een stok. Dus ze proberen die ring eruit te steken. En dan worden ze helemaal kledder. Als ze missteken wel. Want dan steken ze het hele bord aan hier. Dat ijzeren bord. En dan duikelt hij in één keer. Omdat hij dan, omdat er water in zit. Zo gauw als hij een beetje aangetikt wordt, dan kantelt hij. Krijgt hij zijn gewicht mee. En dan is het gebeurd. Is vrij gebeurd. Bedankt hè. Ja. Nou, vind je het spannend? Ja. Zorg dat je nat wordt, wacht moet ik weg ben. Ja. Ben je een beetje bang? Nee. Nee hè? Je bent nog niet bang van water? Goed naar de ring kijken en naar de punt van je stok. Het mag niet. Het ene oog kijken. Ja, dat gaat niet. Ik hoop er altijd van. Zeker 5, 6 kaarten.
1 euro. Kijk eens hoe leuk de hond is. Chinese vaas en Chinese grond. Ongelooflijk. En dat is voor de kinderen dit? Ja, voor de kinderen. Ik ga straks daar suikerspinnen draaien. Dus dan wordt het nog eens gezellig hier. Ik kom straks even kijken bij je. Oké. Ik ga af en toe wel een beetje bij de kinderen.